Goedenavond, het is zondag 25 november. Weer tijd voor een nieuwe aflevering van QN Studio Sport. In het binnenlands gedeelte blikken we even terug op onze nationale selectie, want die zijn inmiddels weer terug in Suriname. We zullen het ook hebben over Shakil van Sichem, want die is Europees kampioen geworden op het onderdeel Brazilian Jiu-Jitsu. Kijken naar de futsal playoffs, daar hebben we game 3 gehad tussen Mengao en Styx in de eerste ronde. En natuurlijk ook de eerste divisie, daar hebben we de topper gehad tussen WBC en Robin Hood. In het buitenlands gedeelte kijken we naar onder andere de Copa Libertadores finale, La Liga, de Premier League. En natuurlijk hebben we ook Juventus die gespal gaat in de Italiaanse competitie. En bij Formule 1 is de Grand Prix van Abu Dhabi verreden en daar wel de laatste voor dit jaar. En we hebben ook wat cricketnieuws voor u. We gaan er even uit en zijn zo bij terug. Welkom terug. Voordat we van start gaan met het binnenlands gedeelte, ga ik natuurlijk voorstellen aan u met wie ik aan tafel zit. Ik ben er niet alleen. Ik zit vandaag met collega, sportjournalist en presentator Rashid Sultan. Rashid, goedenavond. Amit, goedenavond. Alles goed met je? Zeker weten. Zullen we er even een mooie uitzending van maken? Absoluut. Goed, goed. We doen ons uiterste best. Dat dus dat. Gelijk beginnen over de nationale selectie. Ze zijn terug in Suriname. Als je hebt gekeken zelfs naar de wedstrijd, de manier hoe Suriname heeft gespeeld. We hebben het niet onaardig gedaan tegen Jamaica. Het is jammer dat het eigenlijk zo is afgelopen, ja, natuurlijk. Ja. Je staat achter Suriname. Je hoopt op een positief resultaat. En een gelijkspel zou dan heel erg welkom zijn. Ja, zeker, ja, als je uit bij Jamaica speelt. Maar je zag toch wel een verschil qua niveau, denk ik wel, Amit. Zeker in de eerste helft. En in de tweede helft heeft Suriname haar uiterste best gedaan om goed terug te komen. Ze gaven ook meer, gewoon in straattaal, ze gaven gewoon meer skiing, zeg maar. Ja. En ja, je zag ook het fysiek overwicht van de Jamaicanen, ja, ten opzichte van de Surinamers. Ja. Suriname heeft een sterkere tweede helft gespeeld. Denk je dat het anders had afgelopen als het eerste doelpunt niet zo vroeg was gevallen? Dat kan altijd, ja, weet je. Een vroeg doelpunt incasseren is geen ramp. Nee. Maar het kan op een of andere manier toch wel bepalend zijn, nee, voor het verdere verloop van de wedstrijd. Ja. Suriname heeft nog één wedstrijd te gaan, dat is in maart. De kansen zijn eigenlijk klein om de Gold Cup te halen. Ja. Maar dit wil toch nog niet zeggen dat Suriname is uitgeschakeld voor verdere deelname? Want je kan toch nog naar de League B gaan en daar weer verder uitkomen om door te stromen. Ja, dat is volgens mij wel zo, ja. Maar dan moeten we wel winnen. En met een goed doelsaldo, als ik het goed heb. Inderdaad, ja, inderdaad. Met een goed doelsaldo winnen. En los daarvan, uiteindelijk heeft Suriname zichzelf in de vingers gesneden. Ja. Dat het zover is gekomen. Want de uitwedstrijd bij Dominica, ja, waar je tal van kansen krijgt, moet je gewoon de volle 3 punten pakken. En dat doe je niet. Klopt. Ja, en ook tegen British Virgin Islands, hier in het AK-stadion, had je ook je doelsaldo wat beter moeten krikken, zeg maar. Ja, zodat je gunstiger staat. Ja, precies. Ja. Ik heb afgelopen vrijdag in de kranten natuurlijk kunnen lezen, wat in de media is verschenen, dat bondscoach Dean Goree teleurgesteld is in Stefano Reysel, omdat die na terugkeer gelijk is gaan zaalvoetballen voor Styx, zonder dat af te stemmen met de bondscoach en SVB. Mogelijk zal Reysel niet opgeroepen worden voor de wedstrijd in maart. Hoe kijk jij daar tegenop? Nou, ik ga heel eerlijk tegenover je zijn, Amit. Ik denk dat gewoon niet wat ik moet zeggen daarbij. Nee. Omdat als de SVB het Stefano Reysel kwalijk neemt, ja, en als Dean Goree het Stefano Reysel kwalijk neemt en men weet wat er eerder is gebeurd. Klopt. Dat Stefano Reysel bedankt was voor de selectie omdat, ja, hij voor zaalvoetbal had gekozen. Dan zouden er duidelijkere afspraken gemaakt moeten worden dit keer. Ja.
En er zou ook een regel moeten zijn bijvoorbeeld. Of de SVB zou moeten zeggen aan Stefano Reyse, als je van plan bent weer te gaan zaalvoetballen, willen wij dat wel weten. Maar ik denk niet dat Stefano Reyse de enige nationale selectiespeler is die het zaalvoetballen na de Interland tegen Jamaica weer heeft opgepakt. Klopt. Ik denk dat er meerdere zijn. Meerdere zijn, ja. Dus ik denk dat ze gewoon hun huiswerk moeten maken en gaan kijken wie allemaal zaalvoetbal spelen. En natuurlijk, ik denk dat de spelers ook er zich van bewust zullen zijn van wat de afspraken zijn. Ja. Maar het kan zijn dat ze ervan uitgaan dat ze terug zijn en ze pas in maart moeten spelen. Dus dat ze zijn vrijgegeven voor een reguliere competitie. Dus ze denken, misschien is het bij hun van, we mogen ook weer gaan zelf voetballen. Ja, precies. Dus we weten natuurlijk niet wat de afspraken zijn. Ja. En we weten ook niet als de selectie is ontbonden. Want als je de selectie, als je gewoon door blijft trainen tot en met maart, dus moet je je houden aan de afspraken. Ik denk niet dat de selectie ontbonden is, omdat de Nations League gaat nog steeds door voor precies. Suriname. Ja. In Europa is het afgelopen, hier is het nog niet afgelopen. Al is de wedstrijd over 4 maanden of 5 maanden, ja. Je kan de selectie niet ontbinden, nee, want het toernooi is nog steeds gaande. Ja. Ja. Nou, we gaan wel even hopen op een gesprek met Dean Goreda. Zullen we hem hierover vragen wat eigenlijk de afspraken zijn wat er zich rondspeelt met Stefano Reyse. Absoluut. Ik denk dat we er beide naar uitkijken. Ja. Ja. Goed, genoeg over de nationale selectie. We gaan verder met Shaquille van Sichem. Want die is namelijk de eerste Brazilian Jiu-Jitsu Europees kampioen van Suriname. Laten we even gaan kijken naar Shaquille's gevecht in België. Shaquille voor die 2 punten gaat. Yes, yes. Pinnen, 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 pinnen. Pinnen, pinnen, pinnen. Mooi Shaquille, man. Mooi, je hebt dat verdiend. Yes, Shaquille. Echte champ. Dank je.
Let's go, champ. Now we see me free go Europe and the money me go make it for Cuba. Big party na tap San Andoti. Na Jai Muste, he kafira shuti. Jai Muste, na tap San Andoti. When you rent out, come back to your country and say, I love Suriname. No matter where me go in Suriname, me want to stay. When you rent out, come back to your country and say, I love Suriname. No matter where me go in Suriname, me want to stay. I love Suriname. Nou, daar heeft u kunnen kijken naar Shaquille van Sichem, die daar in actie is gekomen op zaterdag 17 november. En hij is natuurlijk de Naga European Champion Brazilian Jiu-Jitsu geworden. En wel in de categorie Adult Blue Belt 79,9 kilogram. Shaquille's eerstvolgende toernooi is op 2 december, maar dan doet hij wel mee aan worstelen. Rashid, als je kijkt naar de prestatie die Shaquille daar heeft neergezet in het buitenland, onder de Surinaamse vlag, moeten we zeggen dat dit weer iets is waar Suriname op de kaart is gezet? Helemaal, Amit. We kennen Shaquille goed, ja. Vooral wij van QN Sports. Ja. We kennen Shaquille van Zichem heel goed. Kusje heeft ook een hele goede band vanaf hij jong is, ook met de ouders. En je hebt deze jongen, hebben we eigenlijk zien opgroeien. Het is allemaal met judo begonnen. Mm-hmm. Als ik het goed heb, ik heb hem nog als jochie, zeg maar, van 16 jaar of zo, in de studio gehad. Waar hij nog heel erg bescheiden was. En nu volgens mij ook nog. Maar het gaat erom, hij is blijven groeien. En vanuit judo ook nog jiu-jitsu en worstelen. Het is gewoon een topper. Een topper. Shaquille die komt naar Suriname in december. Naast het toernooi 2 december in het buitenland komt hij naar Suriname. En op 13 december zal hij ook deelnemen aan de nationale wortelkampioenschappen in Suriname. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat de kampioenschappen weer een ander niveau krijgen. En daarnaast zal hij ook met zijn team een eerste Brazilian Jiu-Jitsu toernooi organiseren in Suriname. Dat is toch weer een prestatie dat zo iemand terugkomt om iets te doen voor Suriname. Ja, allemaal heel mooi voor de vechtsport hier in Suriname. Je zegt het zelf, een ander niveau. Ja, tuurlijk. Deze jongen komt naar hier en als hij fit naar hier komt, dan denk ik dat de lokale worstelaars, zeg maar, het moeilijk zullen krijgen. Het knap moeilijk zullen krijgen, maar mee de beste win natuurlijk. Natuurlijk, ja. Nou, Shaquille gaat 13 december meedoen aan de worstelkampioenschappen. En hij zal ook het eerste Brazilian Jiu-Jitsu toernooi organiseren in Suriname met zijn team. En die heeft de naam 2018 Paramaribo Open Brazilian Jiu-Jitsu Championship. We zullen Shaquille volgen natuurlijk als hij in Suriname is en daar krijgt u meer updates van ons. We gaan dan verder met zaalvoetbal, want momenteel zijn de futsalplay-offs gaande hier in Suriname in de internationale sporthal. En we gaan naar gisteravond, want daar houden we game 3 tussen Styx en Mengau. We'll be right back.
heeft u kunnen genieten van enkele highlights uit de wedstrijd van Mengao tegen Stix. Rashid, als je kijkt naar Mengao Stix, de serie die ze nu daar gaan zijn, is eigenlijk een strijd die we de afgelopen jaren hebben gezien. Zijn Stix en Mengao tegen elkaar opgewassen? Of is er toch nog ergens een uitschieter die jij ziet waarbij er voordeel zijn bij een van de teams? Ik denk dat bij Stix het loopwerk, het veldwerk, gewoon beter is. Bij Mengao denk ik dat het meer te maken heeft met de individuele kwaliteit van de speler. Mengao heeft dit jaar bijvoorbeeld Etje van Gils erbij gehaald. Issy uit Nederland, uitstekende straatvoetballers. Ook hele goede zaalvoetballers. Maar het zijn jongens die nu misschien een maandje in Suriname vertoeven. Ja. En dan is het toch ook belangrijk dat, dat er een goede samenhang is. Ja. Een samenhangend spel. Mm-hmm. En bij Stix is dat anders. De jongens kennen elkaar beter. Maar ook het loopwerk op het veld. Ja. Wanneer één Braziliaan bijvoorbeeld aan de bal is, dan heb je heel veel loopwerk, ook van de Surinaamse jongens bij Stix. Ja. Denk ik aan een Homoud, ik denk aan een Finici. Of Esperance, die doet het ook heel goed. Die het heel goed heeft gedaan, ook in game 2. En dat is heel belangrijk. Ja. Bij Mengao heb je veel jongens die een beetje statisch bij toekijken. Ja. Ik denk dat als een jongen als Van Geels de bal heeft, de bal heel, heel sterk erin is om de bal bij zich te hebben, eist van de tegenstander dat hij op een meter of anderhalf van hem afstaat. Ja. Anders is het gevaar als hij te dichtbij komt. Dan denk ik dat zo'n jongen wel graag wil dat hij goed voor hem gelopen wordt. Zodat hij een gevaarlijke paas kan geven of wat dan ook. Ja. Maar ja, ik ben niet de coach. Nee, dus dat is gewoon wat ik denk. Ja. Maar als je te kijken, want natuurlijk als je in de hal bent, dan kijk je ook naar de manier hoe er wordt gespeeld daar. Mengao doet het overwegend met Surinaamse jongens die, en daar hebben ze natuurlijk die twee laten halen voor, die zijn nog pas een maand hier. Ja. En daar hebben ze Paleta die in het systeem gewend is. Ja. Maar aan de kant van Stix heb je meer de Brazilianen die eigenlijk dominant zijn. En dan komen de Surinaamse jongens ertussen. Mm-hmm. Denk je dat hierdoor de Surinaamse jongens minder aantrekken komen bij Stix en zich dan minder zullen ontwikkelen zoals bij Mengao? Uiteraard komen ze minder aantrekken bij Stix, de Surinaamse jongens. Ja. Maar dat is, is logisch eigenlijk, want het is een investering die de leiding van Stix doet eigenlijk om Braziliaanse jongens te halen. En die investering is ook niet voor niemandal, want daarom worden ze ook keer op keer kampioen. Mengao al een aantal jaren semi-kampioen. Ja. Mengao steekt steeds zeg maar veel beter in de finale. Ja. En je moet het zo zien, ook op internationaal niveau. Ja. De grote clubs geven het meeste geld uit en halen de beste spelers. Ja. En dan haalt Spanje bijvoorbeeld een club als Barcelona, haalt een Luis Suarez, een Lionel je hebt een Lionel Messi, je hebt een Chileen, een Braziliaan, een Fransman. Het zijn ook jongens met een andere nationaliteit die voor die Spaanse ploeg komen spelen. En Stix doet het met Brazilianen. Ja. Dus je kan zeggen van ja, omdat Tuchamoni halen jullie Brazilianen en daarom worden jullie steeds kampioen. Maar je mag ze niks verwijten. Nee. Maar het is ook natuurlijk, als ik er naar kijk, is natuurlijk ook wat ik ervan vind, is dat het een push is voor die Surinaamse jongens om beter te gaan presteren. Tuurlijk. Om te zeggen van, hey, ik sta er ook. Mm-hmm. Je moet niet alleen aan die Brazilianen kijken, want natuurlijk, die Surinaamse jongens die willen ook daar staan. En als ze met elkaar trainen, wordt hun niveau natuurlijk ook hoger. Absoluut. Belangrijk is dat je de training bijwoont. En ik ga je iets zeggen, Amit. Veel spelers zien het als een belediging als ze de hele wedstrijd op de bank zitten. Maar het moment dat je begint mee te trainen, maak jij ook deel uit aan de eindzegen van een wedstrijd. Ja. Want de training is zeg maar het halve werk van een wedstrijd. Ja. In de zin van dat je uren moet maken op de training. Op de training. Jij helpt de speler die speelt in die wedstrijd beter te worden. Beter. Ja, zo zie ik het dan. Dus dat. Nou, daar heeft u dat ook gehoord over de futsal play-offs natuurlijk. We blijven deze play-offs volgen en zullen natuurlijk meer voor u brengen in de volgende aflevering van QN Studio Sport.
We blijven bij voetbal, maar gaan dan naar veldvoetbal. Want daar is de eerste divisie weer voortgezet. We hebben afgelopen vrijdag de topper gehad tussen WBC en Robin Hood. Zo heeft u kunnen kijken naar enkele momenten uit de wedstrijd WBC tegen Robin Hood. Ik weer even terug naar Rashid. Rashid, de competitie is begonnen. WBC Robin Hood. Wat mogen we verwachten van deze twee teams? Nou, Robin Hood is de landskampioen. Ja. WBC heeft minder van zich doen spreken het afgelopen seizoen. Maar ze hebben goede inkopen gedaan om te versterken. En... kijk, Robin Hood heeft een hele goede organisatie. Ja. En niet dat de voorzitter met geld strooit, dat niet. Het is een hele stippelijke man. Maar hij kijkt goed naar zijn jongens om. En WBC, daar heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden, zeg maar. Meneer Mautar heeft zich teruggetrokken, toch? Ja, klopt. En er is nu een andere clubpresident, zeg maar, aanwezig. En die kan... met zijn bezittingen kan hij er ook voor zorgen dat WBC een hele goede structuur krijgt. Ja. Robin Hood is een geoliede formatie, zeg maar. Terwijl Arnold Burleson en Joel Assad samen bij WBC toch nog een beetje werk aan de winkel hebben. Want er zijn heel wat spelers gekomen naar de ploeg, maar het moet nog een geheel worden. Het moet nog een samenhangend team worden. Ja. Als je kijkt naar de manier hoe de competitie is gestart, Santos die is ingedeeld in de eerste divisie. Ja. Maar Flora die heeft een rechtszaak aangespannen omdat zij vinden dat zij de eerste divisie moeten uitkomen. Ja. Het duurt nu een beetje te lang, vind ik. Wat denk jij daarover? Ik ben het helemaal met je eens, Amit. Zo lang dat het zo lang moet duren dat er een uitspraak gedaan moet worden van wat het uiteindelijk wordt. Ik vind het een beetje schandalig. En het is ook een... Ja, op een of andere manier ben je ook een beetje bezig met competitievervalsing. Klopt. Want kijk hoe lang Flora of Santos maar niet in actie kan komen. Ja, want natuurlijk de competitie zou al starten. Maar toen is het on hold gezet vanwege papieren die bepaalde teams nog niet in orde hadden. Exact. Het is later gestart. Dan komt dat van Santos en Flora. De competitie had eigenlijk niet moeten starten. Want je kan niet starten wanneer er iets nog niet is opgelost. Klopt helemaal. Maar de SVB... heeft haar eigen beleid. Ja, klopt. En wij kunnen er niet tussen komen. Dat is natuurlijk al jaren zo bij SVB.
Zo is het. Ja, we zullen natuurlijk dit stukje op de voet volgen en kijken wat het wordt. Blijft Santos in de eerste divisie of wint Flora de rechtszaak en komt Flora naar de eerste divisie? We hopen dat het dit jaar nog wordt opgelost, zodat de Santos of Flora in actie kan komen in de eerste divisie. En natuurlijk de overige teams tegen wie ze waren gescheduled, die wachten natuurlijk ook op de uitspraak van de rechter van tegen wie speel ik eigenlijk. En met een speelronde achter de rug is het natuurlijk tijd om te gaan kijken naar de overige uitslagen in deze eerste divisie en de standenlijst. Rashid, het laatste item in Q&A Studio Sport. Ik wil je weer bedanken voor je bijdrage. Graag gedaan, Amit. En oké, kijk er naar uit om weer samen met je te zitten. Absoluut, absoluut. Goed, hiermee zijn we dan aangekomen aan het einde van deze aflevering van Q&A Studio Sport. Ik wens u een fijne kijkavond verder en we zien elkaar de volgende keer. Goedenavond.